Goedendag, je kijkt naar het weerbericht van zondag 30 december van Weerplaza. Voorlopig wordt het weerbeeld bepaald door een hoogdrukgebied boven het noorden van Frankrijk. Bij ons is de stroming vanuit het noordwesten. We hebben te maken met een aanvoer van wolkenpartijen. En vooral vanmiddag en vanavond kan het soms druilerig zijn. Boven de Alpen valt er af en toe wat sneeuw. Het hoogdrukgebied blijft ook morgen in onze omgeving liggen, maar vanaf dinsdag gaat het veranderen. Vandaag zien we wolkenpartijen. Vanochtend is het nog droog. Mogelijk dat in het noordoosten de zon even doorbreekt en de temperatuur ligt vanochtend rond een graad of 6. Er staat maar weinig wind vanuit een westelijke richting. Vanmiddag valt er af en toe wat lichtregen of motregen en stijgt de temperatuur naar 8 graden in Groningen tot 10 in het zuidwesten van het land. Ook vanavond is het soms nog druilerig, maar vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog en koelt het niet verder af dan 5 tot 6 graden. Op Oudejaarsdag zien we ook veel wolken. Het is lokaal mistig en de temperatuur is vergelijkbaar met vandaag. Het wordt in de middag ongeveer 9 graden. Tijdens de jaarwisseling is het ook vaak bewolkt en kan er mist ontstaan door het afsteken van vuurwerk en de temperatuur ligt rond een graad of 7. Op Nieuwjaarsdag hebben we te maken met een storing die van noord naar zuid over het land trekt en af en toe kan er een enkele bui vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 9 graden en de wind draait naar het noordwesten. Op woensdag zien we eindelijk de zon weer eens. Het blijft droog en de temperatuur gaat geleidelijk aan naar beneden. Het wordt overdag 5 tot 7 graden en de nachten worden kouder. Ik ben Diana Woei van Weerplaza.